Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Spaarpunten. Spaarpunten. Ja, dat ja. is het thema. <laughs> Een goed thema hoor. Wie ja, is daarop gekomen? Nou, wie zou dat gedacht hebben? Goed hoor. Nou ja, we gaan nee, het er dadelijk ik altijd over nee, Maar hebben. Dat vind ik altijd met, uh, met uh, de thema's. Het is altijd best dat je denkt, oh, welke thema's zullen we doen? En dan is het heel fijn als jij gewoon met thema's komt. Ja, ja dat vind ik superfijn. Ik kom eigenlijk altijd dus, dus, uh, iets. En jij vult het paard. soms aan. Nee, niet in de bek kijken. Nee, niet in de bek kijken. Zeker dus, mij uh, niet. Nee spaarpunten en we hebben een, um, een blad en dat is de Linda deze keer leuk we doen soms een maanblad soms een weekblad ligt ook een beetje aan hoe we het opnemen en deze keer Moet is het dus een uh, Voorop. een maanblad ja ik had het gewonnen bij um, Oh? Ik denk de Pasco loterij denk ik zomaar eventjes uit mijn hoofd. Dat je dan een prijs krijgt. Past dit leuk bij het thema sparen? Oh, dat mag ik niet. Oh, dit is een heel klein maar dat is bruggetje. is toch niet spaarpunten met. Nee, maar je hebt het wel gewonnen. Het is net zoiets. Je kan sparen, je kan niet winnen. Maar dat bedenk ik me nu pas. Daar heb ik helemaal niet op gezeten. Dat is een ander thema. Winnen. Ja, dat kunnen we wel een keer doen. Zo leuk. Ja, maar winnen in zijn geheel dat is wel een groot thema. Want nee, daar gaan we, dat... we subthema's over Maar opdoen. Precies, dat is wel belangrijk. Kom um. En we nu, hebben natuurlijk een moderne etiketten. En we hebben natuurlijk moderne etiketten. En we hebben natuurlijk suikertanten. En het suikertante. Centerparks, Center Parks. Ja. Heel leuk. Gaat de dus, dus, natuur in. Um, een beetje mijn lievelingstanten nu. Nou, inmiddels wel, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik echt... Uh, een goed leren kennen. Goed leren kennen. <laughs> en, um, en deze week. En deze week. Hoe was je week? Nou, ik moet even vertellen, ik, ik heb allemaal grappige dingen gelezen, gezien. Ik, ik weet niet of jij wel eens first, first Dates kijkt. First Dates? First date, in, in het restaurant. Ja, in het restaurant. En daar, daar ik weet niet, dat ontroert mij heel oh. vaak en misschien is deze weet ik niet zeker of dit want ik kijk soms terug vooruit omdat ja. ik het gewoon leuk vind ja. om, om, en lief vind en er was op een gegeven moment was er een stijl en ze waren allebei heel aandoenlijk Zij zei ik heb een nieuwe jurk gekocht en stond er ook zo jurkje stond een beetje onhandig mee te staan en en de jongen was ook wat onhandig dus ik dacht al meteen nou dat is op zich al een grappige match want ze hebben een beetje diezelfde energie ja. kan heel leuk zijn en toen was hij heel galant, wilde hij zijn en hij wilde haar stoel zo. En toen dacht zij dat hij daar wilde gaan zitten. Dus oh. het was een soort grappige scène: werd het dat zij doorliepen? Oh ja, prima. En hij zo. Nee, uh, uh, wil je niet uh, hier gaan zitten? Ah. En dan, ik weet niet, dan ja. schieten bijna de tranen in mijn oh. ogen. Omdat ik het ah, zo lief yeah. vind hoe mensen zich zo open durven stellen. Misschien is het wel omdat ik zelf dat deed, hartstikke eng vind ook of zo. Ja, dat zou kunnen, toch? Ja, het heeft altijd iets met jezelf te maken. Ja, dus ik, ik weet niet. En dat, dat vond ik dan heel erg schattig van het zien. Toen zag ik nog iets, volgens mij heb ik het jou al verteld, Olivia Colman, die wij natuurlijk allebei een hele fantastische actrice vinden. Er was een interview met haar. En het is super stom dat ik nu niet weet waar precies. Maar het was met drie vrouwen. En zij zegt op een gegeven moment. Ja, uh, dan werd er uh, ooit tegen mij gezegd. Uh, uh, op social media werd er gezegd: ja, your face is zo, bla bla bla. Iets heel onaardigs. Le ja. Iets lelijks werd er over haar gezegd. En ze zei, daar heb ik dan de hele nacht van wakker gelegen. En, en, en toen heb ik besloten nooit, maar dan ook nooit meer iets te lezen. Ja. Nou, ja, ik ken ja, nog super iemand. Slim, ja. Super slim. Uh, ik betrap me daar zelf nog wel eens op dat ik dan toch weer iets gelezen heb. Dat moet je gewoon niet doen. Maar ik vond het ook weer ontroerend. Dat is dan het thema. Um, hoe ze erover sprak en ook over dat ik dacht. Ja, we doen allemaal maar, of ook mensen die op televisie zijn, alsof ze allemaal zo verzekerd zijn. Ja. Ook wij, of wie dan wij, ook, ja. zijn allemaal uh, me mensen met alles in zich, onzekerheden. En dat liet zij heel mooi zien. Want ze zei, ja, ik lag er wakker van. En nou toen heb ik een goede keuze gemaakt. Maar ze zei, die kinderen van nu, zei ze het lijkt me zo moeilijk. Want dat, je kan niet tegen kinderen zeggen, ga niet. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar het is natuurlijk ook een heel groot deel hun leven. Ja. Waar ze mee opgroeien. Uh, en ze zei, ik vind het gewoon zo verdrietig hoe mensen wat mensen elkaar aandoen. Maar wat het mooiste was: toen waren dus die twee vrouwen gingen meteen in op wat die man over haar had gezegd. Of vrouw, weet ik niet meer. Vrouwen kunnen ook heel lelijk zijn naar elkaar. Um, en dat die twee vrouwen echt allebei, oh, nou but you're zo. So... En daar beautiful, zag je zei ze, beautiful. Zei ze, beautiful van, maar alles oh, allemaal ja, 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 lieve ja, ja. dingen over haar. Oh, no, how can he say that to you? Ja. You're so gorgeous. En zij zat alleen maar na alle uh, expressies kwamen langs van. Oh, het lief. Oh, een beetje onzeker. En dat dacht ik. Oh, wat is dat toch fijn om echte mensen ja. te zien? Ja, dat was een beetje waar ik heel blij van werd. Van echte mensen zien. En over echt gesproken in het parool stond wie is een echte Amsterdammer. Voel jij een echte Amsterdammer? Of voel nee, jij, jij me een, geen echte ik ben een echte Tilburger. Brabander. Brabander. Ja, ik ben een Tilburger. Tilburgenaar. Voel jij zelf een Amsterdammer? Ehm... Um... Nee, misschien is dat ouderwets. dat ik wel echt denk. Ik ben wel echt een bossen. Omdat ik daar opgegroeid ben. Oh. Schrik je ervan? Nou, ik, ja, ik vind jou niet jezelf heel erg profileren uh, als, als Brabant. Nee, nee dat snap <kuggen> ik. Maar ik kom er natuurlijk wel vandaan. Ja, en ik heb nee, daar ja, heel lang ja, gewoond. Heel goed, ja. <laughs> je bent blij dat ik ervoor uitkom, <laughs> eindelijk. Showing my true colors. Maar het was een interessant uh, stuk in, uh, in het parool. En dat, dat ging dan over: uh, wanneer ben je een echt Amsterdammer? Als je gewoon meedoet in de stad. Of heb je er altijd gewoond? Of ben je er komen wonen? Vier? Iedereen heeft daar. Iedereen die geïnterviewd werd, had dus enorm zijn eigen interpretatie. Dus ik vond het heel grappig. Maar wat vind jij? Wanneer ben je een echt Amsterdammer? Um, ik zou zeggen, als je er geboren bent en, en dat je er nog steeds woont, hoeft eigenlijk niets. Ik denk als je het, het uh, Amsterdamse gevoel kan, leeft. Ik denk dat dat Brabantse, wat we toch wel denk ik ook allebei hebben. De lol, het Makkelijk, het Begon, is het gastvrije, dat dat Brabants is, in mijn ogen. Mm -hmm. Dus dat, mm -hmm. dat je daar. hem. Dus wat is Amsterdams? Dat, ik weet niet wat precies Amsterdams is, maar dat als je daar dan aan voldoet dat, dat, dat je dan Amsterdam bent, dat zullen de echte Amsterdammers wel weten. Maar ook die zeiden in hetzelfde interview allemaal verschillende dingen. Ik vind eigenlijk dat je Amsterdam bent als je jezelf Amsterdammer voelt. Dat niemand ja, vanaf buiten voelt. kan zeggen: Oh, je bent geen Amsterdammer of je bent wel Amsterdammer. Ja, je dat je vind, vind ik ook van mensen die in Brabant komen wonen en die zeggen: Ja, ik voel me hier toch nog. Denk Ja, dat kan. Er zijn mensen die het leiden inderdaad heel hun leven in Brabant wonen en toch blijven voelen. Ik merkte altijd als ik op tournee was, dan was ik bijvoorbeeld ergens in Groningen of dus zo, altijd mensen uit naar me toe van, ik woon hier nou, maar ja, mijn hart ligt echt nog steeds in Brabant. En ik... Ja, dus het, het ligt... Jij mag zelf bepalen ja, of je in Amsterdam of zo. niet bent. Ja. En dan vind ik dat niemand dat... Want er zijn mensen die echt met hun zwangere buik kruipend nog naar de Amsterdamse stadsgrens gaan om maar niet dat kind in Amsterdam te laten oh, zijn geboren ja. en zo. Die willen per se... Zeggen mensen ook, ik woon in... Uh, ja, dat is net aan de Amstel daar, zeg ik, Amstelveen. Ja. Nee, het is Amsterdam. Je kan het <laughs> ja. gewoon zeggen, Het Maakt toch? het nou uit? Maar ook ja. dat het in een paspoort komt dat, iemand, dat een kind aan Amsterdam Dam, ja. Dam is geboren. Dus daar zijn ze echt zo uh, dingen mee. Ja, ik vind dat allemaal iets... Uh, nou, nee, ik ja, vind grappig. het niet zo... Uh, nee. Was jouw nou, um, ik zag een oud uh, clipje van uh, Edson de Graça van uh, Bims, ja. van jullie... over dat hij altijd zo uh, moeite heeft met mensen die bij een kassa... Uh, als ze moeten afrekenen, dan pas hun portemonnee gaan zoeken. Nou, ik, ik heb nog wel iets veel ergers. Maar ik snap hem wel. Ik snap hem zeker. Maar, maar, maar wat, wat nog veel erger is... Ja? Als mensen, je staat achter de kassa, er staat een vrouw voor je, die gaat eerst al de boodschappen in de tas doen. Oh ja. En dan gaat ze nog naar de portemonnee zoeken. Dus er zijn mensen, die, en die zien die hele rij staan, ja. en, die staan gewoon, en die doen alles in de tas, alles helemaal zo in de tas. En dan denken ze, oh ja, en Dat dan, dan betaalt, moet ik afrekenen. Ja. En dan pakken ze heel die grote mama portemonnee, en die gaan ze helemaal zo open doen. Gaan ze op zoek naar het, het goede pasje. Oh, of zo, je los geld betalen ook. Dat is ook zo. Er stond, er stond een keer. het wel een keer. Maar er stond een keer achter een vrouw, die was heel leuk en lief. voor Bij de Gamma, geloof ik. In Tubbig. En die. Uh... Die gooide heel veel losgeld. Die zei: Ja, ik ben toiletjevrouw aan het weekend. En ik kan nergens meer gratis uh, het inwisselen. Dus ik ga hier zo mee betalen. Dus ze kwam allemaal met losgeld helemaal. Oh, en, oh. aan. En, en die kast was heel lief. En die ging het helemaal zo voor haar tellen. Maar, um, maar die, ja, de, tegenwoordig, schijnbaar, moet je, als je heel veel kleingat hebt. Moet je daarvoor betalen om dat bij de bank in te leveren ik vind dat allemaal die, die banken die, die gaan elk jaar meer winst en, 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 en elke keer verzinnen ze nog meer elke hoe keer wij verzinnen ze weer iets. Ja. Hoe je met je eigen ja. geld dat je niet bij je eigen geld gratis kan dat je niet dat vind ik ik vind dat verschrikkelijk ja. dat vind ik echt super eens. super stom. En um, dan had ik zag ik nog een serie um, dat vond ik ook ik zou mijn kind als ik een kind zou hebben zelfs als ik een kind zou willen zou ik het zo noemen Christobal Oh, je hebt ineens allemaal namen. Wat leuk. Christobal vind ik zo'n goede naam. Christobal. Christobal uh, Balenciaga. Ah. Over, over de, de, de ontwerpen. En dat is een oh. serie in zes afleveringen. Perma maand Plus, geloof ik. Of zoiets eigenlijk. En um, dus een, 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 hij spreekt Spaans en Frans. Dus, want hij is Spaans. Maar hij gaat naar Parijs. En het gaat over zijn leven. En dat vind ik fascinerend. En er is een heel groot. is dus één aflevering is helemaal gewijd aan Koningin Fabiola van België. Ja? Want die ging voor haar trouwen. een jurk bij hem bestellen. Want zij was Spaans. Okay. Eigenlijk. En hij was natuurlijk ook Spaans. Ja. Hij zat in Parijs. En uh, zij komt dan binnen en zei. Uh, ja, het is allemaal niet heel flatteus voor, voor Fabiola. Want dan moet zij in de onderjurk daar zo gaan staan. En haar ene schouder is hoger. En ze heeft een beetje in de bult ze heeft een bult. Beetje... En dat zie je dus, allemaal. In die... Ja, want dan zit, zegt hij van. Ja, nee, nee, maar het ze, oh, nee, ik, ik klopt helemaal niet. Nee, dat is prima, zegt hij dan. En dan ah. is ze weg. En dan zegt hij: Jezus, die, die boerentrien. Met haar, uh... Want die, die moet dan helemaal zo worden gebouwd. Met vullingen van ja, 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 binnen. Ja, dat dat het, het wel weer dat mooi dat is. Het, ja. En dat is natuurlijk haute couture. Ja. Dus hij kan zich ook helemaal niet voorstellen. Op een gegeven moment wordt hij gevraagd voor Air France. Om, om de uniformen te uh, ontwerpen. En dat gaat hij dan doen. Maar dan wil hij eigenlijk elke Sjordes apart ja. zien. En ja. nog bijwerken. Ja, ja, maar er ja, is ja. natuurlijk helemaal geen tijd. Of de... Hij snapt heel prettig porté En dat oh, het grappig. allemaal in maanden gemaakt wordt. Snapt hij gewoon helemaal niet. Nee. Ja, ik vond het echt een super mooie serie. Cristobal Balenciaga. En dan had ik nog een... een, 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 een... Even nog over Balenciaga. Ja. Hadden zij niet die, die, die foute reclames toen allemaal? Een tijdje geleden? Was dat niet met hun? Nee, volgens mij Dolce nee, dat was Dolce Gabbana. Nou niet ja, ik weet nou, het niet. Maar in ieder geval, daar kon maar hij goed. niks aan doen. Een beetje nee. raam hem er nog Nee, Nee, in nee maar daar moest ik had. ineens aan denken. Nee, 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 maar daar moest ik ineens aan denken dat dat toen zo'n ophef was. Dat niemand natuurlijk, dat het een boycott was. Ja, maar maar dat dat weer langzaam ja. terug is gekomen. Ja. Hoor. Dat mensen... Maar dat uh, Coca Chanel over hem zei van... Uh, gewoon wij zijn eigenlijk allemaal... Uh, jurkenmaker, maar hij is een artiest. Ze mm. vonden hem allemaal wel echt uh, de groot. Mm. Maar goed, ik las, laat een stuk. Ben ik toch nu jij dan vindt een vrouw. Die heeft een, uh, heeft, is in huis gaan wonen. Het is een oud katluik. Ze dus heeft geen kat. De kat van de buren die komt elke keer bij haar. Die komt elke keer naar binnen. Ja. Uh, want die buurman heeft twee huskyhonden. En dat is die kat, volgens haar, een beetje bang van. Dus die eet thuis. Die gaat naar hem toe. En dan gaat hij meteen weer bij haar. En daar slaapt hij. En dan s ochtends gaat hij weer eten bij hem. En dan gaat hij weer naar haar. Hij heeft gezegd. Goh, ik kom een kat halen. Doe de katluik dicht. Want het is mijn kat. En uh, jij ja, houdt die kat voor, voor jezelf. Zegt ze: Nee, dat doe ik echt niet. Want hij komt gewoon niet aan mijn kant. De katluik. En de katluik maakt zij niet dicht. Want zij vindt dat zielig. Dat die kat. Want elke keer als ze die, als die, die honden hoort blaffen. schrikt die kat en springt dan ergens onder. Dus hij is, die kat is duidelijk bang, zegt hij zelf. Voor die twee honden. Dan uh, zegt hij: Nou ja, goed. Het, het probleem is sowieso afgelopen. Want ik ga verhuizen. Dus dan gaat hij verhuizen. En dan komt na twee dagen die kat weer bij haar. En die komt dan toch weer bij haar slapen. Helemaal verwilderd en zo. Oh. En dan komt hij die kat halen, want hij verwacht wel dat die kat dan terug is dus hij, de, de, En dat herhaalt hij zo'n aantal keren. Jeetje. Dan gaat zij verhuizen. En dan weet die kat natuurlijk niet meer waar, oh. waar ze is. En zij ligt daar s'nachts van wakker. Oh. Dus rijdt zij naar het oude huis, ziet ze die kat daar voor de deur zitten. Oh. Pakt ze die kat, doet ze onder een deken en rijdt ze mee weg. En nou kan die man die kat niet meer vinden. Oeh, en die dus de ze kat gekidnapt. Ge ge het is een moeilijk verhaal, want ik snap haar wel. Ja, als het allemaal waar is met die honden. Ja, natuurlijk. Maar ik, ja, moeten we ook maar van haar aannemen dat, dat ze inderdaad dat die kat inderdaad bang is voor die honden. Maar de, daarom zeg een moeilijk verhaal, want ik snap hem ook. Dus je denkt, ja, ik wil gewoon niet dat die kat de hele tijd wegloopt. Ja, het is gewoon mijn kat. Dat snap ik helemaal. Want in Engeland zijn er nu veel hogere straffen op komen te staan op het, uh, het stelen van katten en uh, honden. Oh, ja? Schijnbaar waren we daar per jaar, ik weet niet hoeveel, echt uh, rashonden gestolen, ah. raskatten. En uh, daar is nu, uh, kan je vijf jaar zelf voor krijgen of zo. Och nee, maar daar had eigenlijk ik helemaal niet mee. Nee, die sprong <laughs> gewoon op schoot. Dat had ik helemaal niet door. Eigenlijk stilte. Stilt Stilt kat. kat. Maar wat vind jij want je houdt helemaal niet van katten? Maakt dat uit voor jou voor het verhaal? Ja, ik vind dat de buurman de kat van de buurman. Ja, dat vind ik, ik ook Ik vind niet maar dat je die mee moet, er... moet nemen. Nee, dat vind ik ook niet, maar als hij echt heel slecht voor die kat zorgt. Nee, maar dat doet hij dus niet. Het is alleen dat zij denkt dat wat hij eet, de kat eet bij hem. Zij denkt dat die, dat die bang die voor die twee honden. Ja, maar dan moet ze de... nee, ze mag hem niet meenemen. Ik dat stuk mag meenemen. echt niet. Nee. Nee. Ik zou als ik haar was ook gewoon een eigen kat nemen. Ja, dat snap ik ook dat niet. Dat denk ik dan en doe dat kattenluik. Dan kan je zeggen: ja, ik heb een eigen kat, dus daarom heb ik een kattenluik. Dan heeft ze mansel dat er twee katten zijn. Inmiddels ja, in zijn ze altijd even huis. Ze ze helemaal niet meer nee, samen? Maar ik bedoel... Over even, elkaar, ja. oei, oei. Maar goed, dat is misschien ook iets voor de moderne etiketten van je schoonmoeder ja. heeft een, uh, kat, een kat die, uh, yeah. die is steeds wegloopt. Ehm, um... spaarpunten. Spaarpunten. <laughs> spaarpunten. Ik moest meteen denken aan mijn moeder. Ik weet niet oh. of jouw moeder dat deed, maar wij spaarden altijd. We hadden van die zegeltjes, van die ja. boekjes. Douw echt best punten. Ja, Douwe echt best punten. Maar ik weet eigenlijk niet. Ik weet alleen maar dat we aan het plakken waren. Dus en die boekjes zat vol te plakken, oh, maar ik weet dus helemaal niet wat, waarvoor. Kreeg je dan korting bij de koffie? Nee, die had of van, van of koffiekopjes. Uh, van uh, Douwerbret waren speciale winkels. Er was bijvoorbeeld oh. in Breda was er geloof ik eentje. Was er, in Tilburg had je er geen, dus moest je daar naartoe en dan had je van die uh, dan waren van die coupons. Want ik weet niet precies. Het zal ook wel met plakken zijn geweest, oh, misschien hoor. Misschien is dit wel. Maar wij anders. hadden van die losse coupons van uh, oh, van. Uh, knippen. Knippen. uit het pak, ja. uit het koffiepak, knippen. Dat was het. En die deed je dan, dat telde je. Ja. dan deed je zoveel een elastiekje, elastiekje om 100 punten uh, of zo, en dan klip. kon je zo, en dan kon je daar inderdaad kop, kop, kopjes ja. of. Volgens mij, ik, ik weet niet of het nog zo is. Ik ook niet. Dat weet ik niet. Van dingen, Maar ik, van ik weet dat, dat mijn moeder goed. deed dat ook, en en uh, en dan uh, deed mijn, mijn oma ook sparen, en als ze dan samen genoeg hadden dan kregen we ook die punten van mijn oma zo. waarschijnlijk ook een koektrommel, dat zo dingen, dat soort ja. dingen dat ja. vaag kan ik me dat herinneren. speciaal van Douwe-Erberts. Ja. maar spaarpunten dat is natuurlijk iets heel breeds, als in je kan overal waar je uh, bij elke winkel wil je member worden. ja. dan kan je sparen. ja. vroeger zei ik altijd nee. oh. maar mijn dochter zegt altijd, ja, wel ja ja zeggen. dus yes. <laughs> dus bij de bijkorf zijn we bijvoorbeeld ja ja. ja gezegd. Maar dan spaar ik punten, maar ik let nergens op. Dus ik heb blijkbaar punten. En toen zijn vrienden laatst tegen mij, want we waren natuurlijk met die thema bezig. Ik zei: Hoe zit het eigenlijk met die punten van de bijkor? Wat doen wij daarmee? Dus Ze nou ja, dat moet je gewoon eens op de mail kijken, man. Dus ik op de mail ja. kijken, heel suf natuurlijk. Um, er zijn er speciale member-dingen? Je kan met Valentijn gratis bonbons ophalen. Ik heb dat allemaal nooit geweten. Oh, dus er zijn echt wel lucratieve. Punt, spaarpunten. <laughs> Dit is geen, geen suiker, oom, toch? absoluut geen, Nu niet, niet deze week. Maar zo heb je dus heel veel winkels, wat ik helemaal niet wist. Ja, maar ik ben dus zo dat ik dan allemaal pasjes weet ik voor wat heb en er nooit iets mee doe. Nee, maar die pasjes hoeft tegenwoordig niet meer altijd, want dan zeggen ze gewoon, wat is je mailadres? En dan kan je het ook zo doen, maar dan nog, ja, ik vergeet het gewoon allemaal. Ja. Ik ben er dus super slecht in. En ik, heb een, ik, en ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat het door mijn ouders komt of zo. Dat zal wel. Dat geef ik altijd. Ik zou ze lekker schuld geven. Um, ik voel altijd lichte gêne. Ja. Met een bom. <laughs> of dat ik iets gratis kan krijgen of zo. Dan voel ik altijd zo, oh ja, ja, dankjewel. Want dan hadden ze, we hadden bijvoorbeeld. Waar op vakantie in Portugal. Daar, daar is uh, zo'n warenhuis. Uh, nou, weet ik even niet hoe het heet. Maar in ieder geval met zo'n groene. Logo: Engels. Iets met Engels. Maar in ieder geval, en dan kan je dan, uh, dan koop je iets. En dan, dan uh, krijg je daarna 10% korting op dat, op dat pasje. Want dan ben je, uh, ben je toerist, dan kan je een kaart gaan halen. Dan krijg je een korting mee. En, dan, en, en, die, en die korting, die begint dan na je eerste uh, uh, aankoop. Dus heb je iets gekocht en dan krijg je bij de volgende dat je koopt 10% korting. Of dan zetten ze dan die korting zetten ze op die kaart. Dus dan. Uh, dus op een gegeven moment stond daar, weet ik wat, 12 euro op. En toen um, moest ik, um, ik. Oh, stiften. Ja, ik was stiften. Nou nee, ja, Waar, god, waarom? Maar goed, ik kocht stiften. Maakt ja. mij wat uit. En toen kostte die 11,50 euro. Ja, dat zeg die vrouw. Nou, nou alsjeblieft. Ik zeg, oh, dus. Nee, hoef ik verder niks te Dit is gewoon dan... Wat zei je? Wat ik, heb, je ik, krijg nog, ik krijg nog 50 cent. Ja, maar dan vind ik gewoon <laughs> echt super eigenaardig. Ik vind het heel raar om dan ja. zoiets mee te nemen. Want dan heb ik toch die... Oh, sorry. Ja, ja ik, ik weet niet waarom... Mijn, Mijn vader was heel erg van de hotelbonnen. Oh ja. Ook daar werden sparen. wij tot... Ik wilde geen hotelbon. Ik zeg, pap, nee, ik hoef geen hotelbon. Ik heb helemaal geen zin in een hotelbon. Maar dan had iemand hem opgeweld natuurlijk. Het oh, is een hele goede actie. Het nou, vader trapt overal in. Dus dan uh, kreeg hij weer hotelbonnen. En dan probeerde die aan ons te, 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 slijten. Oh, ja, te slijten. Maar ik wilde geen hotel. Dus op een gegeven moment zei ik ook gewoon... Ik zeg, pap, ik wil geen hotelbonnen meer. Ik, of, en weet je ook waarom je dat niet wil? Als denk nou, je een chenant, dan je... want ik heb niks betaald en misschien kan ik ook niks zeggen als je Nou, dan moet je ben. dan moet je in dat hotel moet je gaan eten s'avonds. Oh, ja. En dan heb ik altijd het idee dat ze dan denken, oh, dat zijn die van die hotelbon. Die bonen, hè, de vlees, nee, nee, de vlees is prima nog ja. voor hun. Het zijn van de hotelbon. Dus dat je heel de, <laughs> de tijd zo zeg maar aan die ene tafel zit met poep aan de tafel ja. dat dus je denkt, oh, zij oh, zitten van is de lang hotelbon. Poep. <laughs> ja, nee, maar bedoel, ja. dat, Dus dat je denkt, oh. Nee, dus daarom die associatie heb jij dus. Dat gaat hem je nooit worden. Je krijgt nog net geen rode hoed op alle twee. Dat is altijd, dat iedereen weet van, oh, zij zijn <laughs> van de hotelbond. Ja. <laughs> Nee, dus ik, ik nee, heb dat snap dat Iets wat ik gênant vind aan het ja. Nou ja, en ik, ik, ik moest gisteren iets van een vitamine. Uh, hoe heet dat? Een supplement kopen. Omdat ik een, <laughs> uh, een tekort aan iets had, bleek. Oh. Dus ik had, had. het uh, Een bloedtest. En de, oh? er komt nog veel meer testen. Nou ja, ik had toch. Ik dacht op een gegeven moment, al oh, die pijntjes, dingetjes. Ik ja. wil gewoon naar, is naar een. Dus een huisarts, maar hij is ook orthomoleculair. Dus hij onderzoekt meer dingen. Oké. Okay. Dus hij is holistischer. Dus wat. wat ja, hij onderzoekt meer dingen dan een huisarts. Dan zit je tien minuten? Zeg ik altijd. Hij heeft geen eh, boom op zijn hoofd gekregen? Nee. Oké. Okay. Nee, het is echt, echt een huisarts. Oké. Okay. Um, echt een diploma gezien en Echt, zo. ik heb een diploma gezien aan de muur. Hij zei, kijk, daar ben ik echt. Dat is van mij. Ik heb ook een stelescoop, zie je dat? Zie je dat? Nou, nou, daar kan je alles echt niet krijgen. Ik ben echt een huisarts. Nee, even luisteren? <laughs> hij doet het ook nog. Um, daar kwam onder andere uit dat ik een waanzinnig zinktekort had. Nou, maakt niet uit. Een waanzinnig zinktekort. zinktekort. Echt, was veel te laag. <laughs> graag. Nee, maar het was echt veel te laag. Ja, dat zeiden ze ook nog. Ja, echt, echt, echt bij te laag. Laag. dat is gevaarlijk ja. hoor. Drie had je. Ik, ik weet niet eens meer. De, de stand. Ik zal de stand nog eens opzoeken. Ja. En Vlinder had ook te weinig ijzer. Dus dat kwam er ook uit. Ik had Vlinder ook meegenomen. Die oh. was de hele tijd moe. Dus ik dacht, ja, dat moe, dat moe, dat moe. Hoe kan dat nou? Dat ja. zei ze zelf ook. Um, nou, die had veel te laag ijzer. Dus ik ging wat halen. En toen zei hij, spaar je punten. En ik ben altijd aan zeggen, nee. En toen zei ik, nou, wat houdt dat precies in? ja <laughs> Ineens zo. Omdat ik ja, dat, kan nou kan ik gratis ijzeren krijgen misschien. Als ik nu op een gegeven moment kan sparen voor gratis <laughs> pillen. Je weet maar nooit. En uh, toen was het inderdaad, nou ja, ik denk dat je dan superveel moet kopen. Dat denk ik. En zijn Dat je dat eruit halen. Uh, nou, en uh, jij zegt ook altijd volgens mij, hoeveel, hoe meer vitaminepillen, hoe slechter dat volgens mij. Supplementen zeg jij altijd. Dus dan moet je volgens mij zoveel bij hun halen. Maar zij hebben ook allemaal, dus ook geen suikerroom of tanden, by the way. Uh, ze hebben ook allemaal lekker badzout of dat soort dingen. Dus dat kan je natuurlijk Not ook tea. halen. Maar als je. Je kan ook te veel vitamine, daar moet je erg voor opletten. Dat weet ik, dat weet ik. Ja. Oh, dat weet je wel. Ja, dat weet ik. Dat geloof jij niet natuurlijk bij mij. Maar... Nee, dat geloof ik niet. Wel, maar hoe kom je aan een ijzertekort? Als je gewoon eet, dan krijg je eigenlijk, dan moet je op zich alles Als kind binnenkrijgen. Toen had ik bloedarmoede en kreeg ik ijzerspuiten. Dus ik denk, echt tussen wat je ogen echt gewoon. In mijn beel, in mijn beel, dat I deed pijn. Je beel deed pijn. Dat deed, ik kreeg daarna een heel stijf beenbeel. vroeger was dat echt gewoon letterlijk. Ja, van een dierenarts? of van, gewoon, van een gewoon, gewoon een... echt een huisarts, kinderarts zelfs in een ziekenhuis liep bij een kinderarts is hoor. je liep bij een kinderarts. Want, um, want ik werd geboren met een gaatje tussen de twee hartkamers. Dat is helemaal niet zo erg, maar ik vind het wel leuk Jezus, om het een, een beetje niet, maar dramatisch wel, te vertellen. Dus, dus ik dus was, dus was wel een tijdje onder controle. Zat een raam in je hartkamer. Nee. Nee. Mooi. <laughs> en daar spaarde ik. Nou. <laughs> was een ruimte uitgespaard. Ja, was een ruimte. Ho, BAM! Zo. Baas boven baas. Goed ja. oh, hoor. Maar jij, liep, jij dus liep, al Dus, bij dus ik liep al heel jong bij een kinderarts. En ik was eigenlijk een beetje verliefd als dokter van Oeven. Oh. Die was zo knap, die dokter kinderarts. Van Zijn dokter dokter rossi achter. Ja, het is echt, maar, dokter maar hij rossi praatte nog? wel. En dokter Rossi praatte toch niet? Dokter Rossi niet? Wie is dokter rossi. Dokter, rossi. dokter rossi? Ik vergis Dokter Rossi me. van Beten... Nee, ik vergis van me. Gisje <laughs> <laughs> je verslikt zich bijna die een Nee, nee, nee. Wie is dokter Rossi? Van Betenplees. Nee. Nee, 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 maar dokter, dat ja, dacht ja, ook ik dat je bedoelt. Dat, dat, dat bedoel ik niet. Ik bedoel nee. over de allereerste dokter Rossi ja. en dat de echte de origineel. dat was uit Pettenplein. En die was heel knap. Een hele knappe man. Ah, nou ja, dat was dus dokter van Olfe ook. Dat was natuurlijk hartstikke jong, maar dat vond ik echt heel knappe man. Of was een soort man was het? waar leek hij op? Wat vind jij zo? Wat leek hij op? Nou, vaak denk je, het was een soort. Ja, ja weet nee, nee, wat. dat snap ik. Dat snap ik. Je som, dat is een spelletje, als je een foto ziet van iemand, dat je meteen twee namen moet noemen. Op wie die dan lijkt. En oh. de eerste twee namen die je met te binnen schieten, maar dat is heel ja, raar. Zeg maar. George Clooney en Umberto Tan, een mix daarvan. Maar dat is heel raar. Oh, Indisch. Ja. Nou, dat is ook raar, dat ik dan meteen denk, die ja. was een beetje Indisch. Ja. ja, dat snap ik. Dat snap ik hem. Het is en... niet zo raar dat je dat dacht op zich. Maar... Umberto Tan ja, en George Clooney? Sinds, nee, ja. Nee. Maar, nou ja, maar, maar goed. goed, Dus dat was een, dat was een knappe man en, uh, um, en daarom liep ik dus al heel vroeg bij een kinderarts. En ja, kreeg ik ook ijzerspuiten van die man in mijn beel. En, en volgens mij waren er, was dat nog een soort van redelijk bijzonder toen of zo. Want ik weet dat er ook heel veel altijd artsen in opleiding pers. om mij heen stonden. Er <laughs> was veel pers bij altijd. <laughs> Nee, maar er stonden altijd heel veel mensen bij. Oh, Wat ja. ik altijd best wel raar vond als kind. Dat er dan, maar er waren waarschijnlijk artsen in opleiding. Die op jou afstudeerden waarschijnlijk. Ik denk het, zo wonderlijk. <laughs> vond ik, het, is nog, het is nog net niet de kermis op, maar nee. het is echt gewoon kantjeboord kermis. Ja, en dat is goed gekomen <laughs> of niet. <laughs> het is maar hoe je bekijkt. Oh, daar stond, stond altijd allemaal studenten op. Ja, raar verhaal dit. Jezus ja. Maar hoe, hoe hebben we deze afslag genomen? Uh, gaat je in je hart... Uh, ijzertekort vitaminewinkel vitaminewinkel en dat je daarmee op moet passen zei jij en dat je niet te veel vitamines want jij hebt wel eens volgens mij over een vriend verteld dan stoppen we weer met de vitamines die daar echt ziek van werd. Dat een arts had gezegd jij slikt veel te veel nee, vitamine Oh dat dacht ik. Dat was ik niet. Okay. Maar ik ken wel mensen die echt heel veel vitamines slikken. En ik eh, denk altijd eigenlijk als je het goed doet na nou, in de winter D is misschien een goed idee om dat nog te doen, maar voor de rest krijg je eigenlijk alles binnen. Dat is niet waar. Dat is waar. Dat is, dat... <laughs> dat is dus niet waar. Dat is waar. Nee, dat, dat is, is niet waar. Is... Maar dan kan jou niks nou, heel waarschijnlijk, omdat onze voeding helemaal niet meer is zoals vroeger. Jullie voeding? Onze voeding, onze van ons allemaal. Onze grond is niet meer uh, zo gezond als vroeger. We hebben veel zo meer... hoorden wij vanochtend dat je gewoon als je zwanger bent niet met je handen oh, in de aarde mag. Ja, dat hoorden wij zomaar iemand zeggen. Dat heb ik nog nooit Had van iemand nooit horen gehoord. zeggen. Dan mag je zien dus in de tuin werken als je zwanger Terwijl, bent. Terwijl ik kan me voorstellen dat je daar dan heel erg zin in hebt. Dat je heel huiselijk zo bent. Dat je denkt, ja, nestje bouwen. Nesje, en maar dan ook lekker bloemetjes en plantjes. Ja, en dat mag niet. Maar was het waar? Want we gaan er in de, nu de tuin vanuit. zoeken om een nest te maken binnen. Ja, in je bed. Ja, maar dat mag niet. Ja, maar ik vind, ik, ik vind dat heel erg genadig. Want... Moet het eens uitzoeken of het echt niet mag? Ja, want uh, we hebben het van horen uh, kijk, zeggen. Kijk, maar Chris is nou aan het. Aan Als je googlen. zwanger bent, mag ja? je dan niet met je handen in de aarde. Zwanger, handen. aarde, handen, nee. verbod. Oh. Ja. oh, wat grappig. Nou ja, ik, ik, ik snapte helemaal niet, denk ik. Maar wat we, er... ja, een parasiet. Een parasiet. Er kan een parasiet in zitten en dan, want dan zou je proberen met die aarde zo even je vingers aflikken. Of wat is het. Ja, maar of je struikelt, ja. die valt voor ogen met je mond in. in, in <laughs> en ik, als ik struikel, dan kan het zo. <laughs> nee. Ja. Nou ja, we gaan, nou ja, het is leuk mensen die nou voor de radio zitten vanuit de tuin. En die, die diep tot hun ellebogen <laughs> erin zitten. Kom Was kom, je kom handen. Eruit. Stop ja. onmiddellijk. Ja. Ja. Oh. Het komt door de kat. Nou, dan en zijn we, we wel rond. rond. Dan hebben we hebben die kat weer <laughs> bij die buren ge, gehad. Toch goed dat zij meenam, want zij ging naar een flat. <laughs> Toch? Nee. Elf hoogboden. Dat uh, ging ze niet doen. Maar um, wat ik bijvoorbeeld helemaal niet snap... is, ik heb allemaal... miles... En ja, miles. Maar dat spaar je wel. Nou, dat spaar ik op zich niet, maar dat gaat automatisch, want je gebruikt je creditcard en dan komt, komen de miles op. Dan zie ik overal, oh, zoveel voor een vliegtuig kan je dan zoveel en zoveel. Miles. Ik begrijp niet hoe mensen dat doen. Ik, ik weet helemaal niet. Ik heb ik van heel mijn leven natuurlijk al een enorm aantal miles daarop staan. En elke keer probeer ik aan iemand te vragen, zelfs iemand die ik kende, die, gewerkt, die werkt bij American Express, zeg ik ja, maar hoe werkt dat? Ja, een heel onduidelijk antwoord. Oh, op. ja, nou ja, bij, bij mij krijg je ook geen antwoord, want ik weet het ook niet. Maar ik had ook een vriendin die zei: zo lekker, dan gaan we vliegen. En dat hebben we allemaal gespaard. Het is allemaal gratis, die punten. Ja. Dacht ik, oh ja. Vliegen is sowieso niet gratis, natuurlijk, voor de natuur. Nee. Maar het <laughs> Ja, dat kost de natuur en ons allemaal. Kost het ook heel veel. Ja. Maar, uh, maar het is ook heel eigenaardig hoe dat werkt. Ik, ik snap het ook niet. Nee, ik snap het ook niet. Maar ik heb er weer een leuk bruggetje: Natuur! Oh. Natuur, onze suikertanten. Precies, ja, Santa vliegen Parks. natuur in. Nee, de natuur in. Ja, dat is het bruggetje. in met Centerparks. Ja, met Centerparks, want het brengt midden in de natuur de mensen bij elkaar. Ja. Toch? Nou, wat zo leuk is, dat wij voor, uh, tenminste, ik vond het zelf heel erg leuk. Wij gingen uh, voor Centerparks de studio uit, natuur in. Ja. En hebben we opnames gemaakt voor podcast in Centerparks. Ja. Super leuk. Het was een heel koud, maar eigenlijk oh. was het, ja, dat weet ik nog Super wel, maar koud. eigenlijk alleen maar bij, bij één podcast was het heel koud. Voor de rest zaten we binnen en ja. zaten we ook in die huisjes, wat hartstikke leuk ja. was. Nou, een aantal parken zijn compleet vernieuwd. Dat is wel echt heel leuk. En ook heel veel nieuwe activiteiten toegevoegd. Precies. En ook vaak um, uh, vanuit de park of in de regio van het park kan je dan dingen doen. En dan kan je bijvoorbeeld kan je met een ranger, kan je de natuur in. Of je kan uh, honing gaan oogsten of brood bakken. En dan kan je allemaal uh, uh, dan uh, via Centerparken doen. Ja, en in die podcast bespreken wij natuurlijk ook alle activiteiten. Allerlei manieren om uit te checken. Om lekker in de natuur te zijn met elkaar. In verbinding met. Ja, nee, maar zo, zo heet de podcast ook natuurlijk. Mark Marie ja. en Isa checken uit. Check en die kan je luisteren. Um, dat zijn er vier. En we behandelen ook elke keer weer een ander thema. Ook uh, activiteiten eigenlijk. En um, op blinder.nl of via uh, je favoriete podcast app. Want uh, oh. daar zijn we gewoon ook op. Ja, leuk. Ben je goed met sparen eigenlijk? Nee? Überhaupt? Nee? nee? Met geld, jij geeft makkelijk geld uit. En jij denkt ook niet van, goh, dat moet ik ergens op een spaarrekening zetten? Of ja, zo. ik heb ook een spaarrekening. Je hebt een spaarrekening? Ja, ik heb wel een spaarrekening. En mijn accountant heeft gezegd, we gaan nu ook gewoon... Want elk jaar als ik een belastingaanslag kreeg, dacht ik... Uh. Waar ga ik dit nou weer van betalen? Ja. Dus dan, dat gedoe wil ik nu voorkomen. En heb ik ik spaar nu iedere maand. Ik zet nu iedere maand wat opzij. Oh, precies. Dus ik doe ja. het nu wel. Maar ik ben 56. Ik heb het daarvoor nog nooit ja. gedaan. We gaan sterren <laughs> geven. Sterren geven aan spaarrekeningen. <laughs> Gewoon aan een thema zullen we punten geven, of aan spaarpunten spaarpunt echt. <lacht> <lacht> of een spaarpunt als thema. Zullen we daar het aan geven? Eens? Nee. nee. Um, kijk hoor. <laughs> nou, ik weet, vroeger op school hadden wij, hadden, wij, hadden wij, konden wij, ik weet niet wat het was, van de zilvervloten of zo, van ja, Pieter Hein nog, denk ik. Ik weet niet, maar dan kon je, <laughs> dan kon je gewoon van die zegels kopen met zo'n bij erop. En dan uh, kreeg, had je een, een spaarkaart en dan moest je die opplakken. En dan kon je En ik heb thuis nog zo'n spaarkaart, want die was niet helemaal vol toen ik die van school kaart heb moest ofzo. Zo'n kaart heb ik nog, want nee. ik, Ja. En jij maar bellen. Nou, denk je dat ineens aan. En je komt nergens uit. ik je heb nog inleveren. geld ergens hier, het nog te goed. Ja, want je hebt wel weleens... maakt bij, maar je krijgt het niet. Nee. Zo heb ik nog steeds ook nog steeds een goed bom voor, voor een bloemenwinkel... die al lang niet meer bestaat. Ja, Elke dingen... als ik zie zeg ik krijg 10 euro van jou. Want ja, dit is gewoon die bon. Ik heb dat heel veel. Ik heb ook wel van dat soort kaartjes gespaard. En dan ben ik ze weer kwijt. Ik ben er zo slecht in. Waar de bonnen ook in, de, in, 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 die, in die cadeaukast? <laughs> Zit, liggen, liggen er ook? van, van wel winnen? <laughs> nee, en als ze liggen niet bij jou, bij jou mok. <laughs> Papa en papa de liefste papa <laughs> van de wereld ja dat heb ik voor jou of ja. uh, slimste mens of zo ik heb zo'n mok van de slimste mens heb jij die ja ah, dat soort dingen dat, ik zeg Zijn tegenwoordig mok? nee want ik zeg tegenwoordig ook heel vaak bij een programma nee dank je doe maar niet want ik weet gewoon dat het zonde ja maar soms kom je van, we hebben een glas van Jinek. Is leuk. dat is precies mm, <laughs> bijna niet echt een heel leuk glas of zo maar het is net een tussenmaat, dus tussen een klein glas en een groot glas. En dan kan, precies voor Gilles bijvoorbeeld, gebruikt Crème, die doet altijd in het Jinek glas ah. ja. dus Kijk je naar het hoofd van Eva? <laughs> nee, zij staat er niet op zelf. Oh, nee, dus is alleen de, de, de naam: Ginek. Goed, die we moeten ook. sterren geven. We moeten sterren het geven, moet, want moet, moet, dat hoort erbij. Hoort dat dat hebben we zelf uh, voor gekozen. <laughs> um, 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 Spaarpunten. Um, ja, het. Ik geef één punt, want ik doe er nooit iets mee. Nee, namelijk, nee. ook met, met uh, er was vroeger, ja, dat is heel vaak zo. Dan gaan we sterren geven en, en dan, dan komen er weer In een soort uh, ja, New loop. Wind, ja. En uh, nee, maar was vroeger was bij de, een benzinestation, ik weet niet eens meer precies welke. Maar daar had je dan gewoon een kaart. Maar met die kaart kon je bij de HEMA gewoon iets kopen. Dus dan, had je, dan was het niet een soort van... Oh, je Isra, hier heb je een handdoek en, en een washandje. Een washandschoentje, zoals ze in Brabant zeggen. Um, maar dan... Uh... Gewoon naar een andere winkel. Maar dat is nu nog bij banken. Bij banken is dat ook zo. Wat is dat? Dan kan je sparen en dan kan je bij andere winkels korting krijgen en zo. Dat dus doen ze natuurlijk super slim. Om bij een nee, bank maar, te Dat bedoel ik in mijn. Oh, sorry. Dat is ik, bedoel iets meer, nee, ik bedoel meer. Je had dan een kaart. Ja. En dan had je getankt. En dan deden ze de, de korting weet ik voor wat. Deden ze op die kaart. En dan kon je met die kaart. stond dan geld op. Ah, en met ja, dat ja, ja, geld. Ja, 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 ja. kon je eigenlijk rechtstreeks bij de Hema iets kopen. een tompoes. Dan hoef je niet. Ja. of <laughs> ja, of de, Maar dan hoef je niet te kiezen. tussen een washandschoentje. Ik op. snap het. Nu moet ja. je iets kiezen. Ja. Eén ster heb jij gegeven. Ik heb je één ster gegeven. Ik geef voor het jeugdsentiment het plakken met mijn moeder in de keuken twee sterren. Dat vind ik niet zo veel daarbij voor je moeder dan. <lacht> <lacht> Als we het zo gaan doen, dan geef ik het vier. Maar dat, ik bedoel meer te zeggen, nee drie dan. Doe dan maar drie. Mag het nog? En nog één erbij dan. Ja, dat klopt. <laughs> dankjewel. Dat is wel heel lief van je, want ja, meestal wat dat doe je mee, het nooit. Nee, ik doe meestal niet, omdat maar ik denk het mijn moeder is, is. Je hebt een hele week om erover na te denken. Oeh. Dus dan denk ik altijd, dat weet je toch inmiddels dan wel. Maar goed, ik vind het ook prima, want er komt er gewoon één bij. Eén af had niet gekund. Nee. En die één erbij was voor jouw moeder. Ja, dankjewel. Dus het is hartstikke geinig. Super lief. Super leuk. De Linda. En um, uh, ja, dus uh, 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 ik had uh, de linda cijfers en zo. Vind ik altijd toch een interessante, leuke, ja, leuke ik ook uh, dingen. Ja. Uh, hoe hoe duur denk jij dat het is om een muntje van 1 eurocent te maken in Portugal en zo? Doen ze nog met 1 eurocent? Hè? Dan ga je daar op vakantie, zit je, en als je dan terugkomt, dan pak je die toevallig uit je portemonnee en zeggen mensen: nee, doen doe je niet meer mee. Nee, ja, nee, dat snap ik maar in Portugal wel. Wat kost het om 1 eurocent te maken? Nou, Geen als het een, heel halve, een halve doet. eurocent, nee, 1,65 cent. Oh, dus veel duurder dan dan, dan, het, nou, dan, het, dan het muntje. Niet, niet zo lucratief, dan hè? In gemiddelde koelkast staan hoeveel producten die over de datum zijn, denk oh. je, in de gemiddelde koelkast? Tien, vijf. Dan heb je jou tien. Nee, maar ik zat te denken bij sommige mensen, misschien heel veel. Ik dacht dat het de gemiddelde was. Ben jij, ben jij uh... ik probeer heel erg op te eten wat er is. Soep maken van alle groentes uh, die over zijn. Is dat, nee, dat te is nee dat is goed want ziet nee, zo... nee ik... je gelooft het niet van alles wat er is natuurlijk ja nee, van de de ik dacht ik moet het nee. zeggen oh, nee maar dat is natuurlijk prima ik dat gebruik natuurlijk... mijn ogen voor bijna alles ja, die... ja, precies ik gebruik bij, 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 bij alles wat ik doe gebruik ik mijn ogen ja, ja, nee ja. en ik probeer ook echt nee, wat ja. na te denken over dan zie ik iets staan en denk ik oh misschien kan ik daar dan nog iets mee maken oh, niet ja. elke dag een ander lekker. recept proberen Met die te zetten pindakaas maak je dan vanavond nou volgens mij kun je dat heel lang bewaren toch nee maar bij mij wij hebben wel want Karim is heel erg op de datum. Maar, en ik helemaal niet. Oh, zoveel? Nee, dat weet ik. Dus uh, die komt gewoon. Wat hadden we nou laatst? 2016 of zo. <laughs> dan pak je 2016. Ja, wat maar zat erin? Als je twintig jaar in een huis woont. Wij waren al twintig jaar in dat huis. Ja, dan, dan zijn er wel. En sommige dingen. Eh, eh, dat zetten ze wel een datum op. Maar nee, dan, is dat is gewoon een soort. Niet. Kruiden en zo. Ja, dat, kan je ja, dat kan je heel eeuwig gebruiken. gebruiken. Ja, volgens mij ook. En uh, dus, dus uh, daar hou ik helemaal geen rekening mee. Goed, maar Krim wel. Um, meteen al één dag, hup weg. Nou ja, me, ja, hij zou wel meteen dat weggooien. Gelukkig ga ik er dan voor liggen. Maar ja. uh, de, 60% van de Nederlanders weet niet of ze na hun pensioen nog kunnen rondkomen. 60% ja, Het is ook een vreselijke tijd. Oh. Het is echt verschrikkelijk. Oh. En alles wordt duurder. En alles wordt duurder. En iedereen oh, jee, wordt jee, steeds jee. ouder. Het dus Wordt echt nogal pittig hoor. Ja, het wordt er wel pittig jongens. Als wij ik eenmaal. Moet echt voor elkaar gaan, gaan ja, zorgen. Oude, Ook oude. voor elkaar gaan zorgen. Dat denk ik altijd. Ja, wil je, wil je voor mensen gaan zorgen? Ja, dat, dat. Ik denk dat we niet anders kunnen. Dat je echt met elkaar. Dat we gewoon problemen krijgen. Dat bedoel ik. Dat, dat we tekorten krijgen in verzorging. In, en als je goed dingen kunt, dat je misschien wel aan de bak moet. Op oudere leeftijd voor anderen. Oh, zo ja. ja nou ja, die Amerikaanse. Uh, Zit we wel weer een vliegtuig, maar goed. Bij Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen zijn het heel vaak oudere sjoerdessen. Ja, prima. Heel leuk. En ook in winkels. Nou, soms heb je wel, Amerika als je er bent, dat je denkt, oh, op deze leeftijd nog met boodschappen. Weet je dat is hun werk dan van, om van de kassen naar de auto te dragen ja, en zo. Ja, ja. Dan ben je 85 en dan loop je nog te zeulen. Ja, met, uh... en aan de andere kant, misschien zijn ze super blij dat ze eruit zijn. Ja, nou, ze zagen ze er niet uit. Oh, okay. maar, uh, en dan hebben ze een heel groot item over um, um, en mensen. Dat is geschreven door Karen Kuipers. En uh, vrouwen die klussen. klussen. Alles wat je zelf kan doen. Doe jij veel? Wat, wat is iemand nou? Die doet gewoon, die doet gewoon alles. Die, die, dan weet ze niet hoe ze moet uh, uh, stukken. En dan uh, denkt ze, nou, dan ga ik toch even uitzoeken en dan achter de warmtepompen muurtje probeert ze het dan op. Ik zou echt willen dat ik zo was. Ja, hè? Ja, ik denk dat heel vaak denk, oh, ik zou het echt leuk vinden, want ik kan dan iets niet. En denk, waarom ga ik dat nu niet leren? Ik zou het zo leuk vinden als ik mijn eigen auto kan repareren. Ja. Of maar, uh, alles hier, in huis. Dat ik het allemaal zelf kan. Ja, er ja. zijn mensen die dat dus kunnen. vind ik super stoer. Ja, maar er is... Nou, nou weet ik even niet uh, wie dat van al deze mensen was. Dat zou nou leuk zijn als ik dan gewoon die naam van die mevrouw... Ja. Want het, is leuk. het is leuk sowieso. dat we haar dan zo uh, top vinden. Maar die heeft dus een... een uh, oh ja, nee. Hier Marije Bertram. 56. Een stoer iemand. En die heeft gewoon heeft een cursus gedaan bij Praxis. Zagen en timmeren. En door de ANWB cursus autotechniek. Nou, dat moet je toch kan ik gewoon de AMBB zo'n zo zo cursus gaan doen. Ik ga dat gewoon echt een keer doen. Ik vind het echt leuk. Volgende keer als ik jou zie, heb je die cursus gedaan. Nou, dat kan <laughs> niet. Ja, dat kan niet. Volgende keer zal ik je zeggen. Volgende keer als ik je zie de keus gedaan. En nou, kan nog een dat keer kan ik Dan kan ik mijn auto ook langs springen. Dan kan je gewoon overal oh, lekker. en dan de onderliggen zo. Lekker vies worden. En dan helemaal de onder smeren, inderdaad. En dan, en dan en met zo'n hemdje aan. Ja. we zien er allemaal veel en dan bij. En dan elke keer als ik bij jou terugkom, zeg je ja, het is toch iets duurder geworden dan. Dat ik, wel. Uh, ja, want ik heb ook. Uh, ik heb eigen ook dit auto toch <laughs> nee, want je hebt veel meer dingen die je hebt verwaarloosd natuurlijk aan jouw auto. Want jij weet <laughs> En ik breng dat dan heel goed. Ja. Dat jij denkt, oh, dat is fijn dat je dat hebt gedaan. Dat is goed. Ja, hè? Dat. Maar voor of mij zou je het ook gratis doen. Ja, daar kan je niet aan beginnen. <laughs> als ik daaraan begin, dan kan ik echt wel, snap je? Dan ja. Ja. beter gewoon niemand <laughs> gratis doen. Nee. Dat is nee. makkelijker. <laughs> en dat is niet omdat jij het bent, want nee, ik, ik, ben zou ik zou het super graag gratis doen. Alles doen. Maar ik, ik kan het <laughs> gewoon. Ik kan het gewoon niet. Nee. Ik kan het gewoon niet. Nee. En dan is er, dat vond ik wel een leuke ook uh, Heeft Esther Muller Heeft dat bij elkaar geschreven Dus over uh, liever die tas dan op vakantie Over mensen met hun favoriete tas Die ze eindelijk hebben kunnen kopen oh, ja. en, dan, en dan zegt iemand van um, uh, Deze tas kost net zoveel Als een trip naar New York oh. Daar wil ik voor mijn dertigste dol graag naartoe Maar toch geef ik mijn geld liever uit Aan die tas nee. Dus heeft ze liever een tas dan naar New York Ja, ja dat, daar kan ik niet bij Nee en deze uh, Emily van Kingschot, want die andere was uh, Eva Lagos Meritsos. die wilde graag liever die tas. Meritsos, ja, die wilde liever de tas dan op, op vakantie. En Emily van Kingschot, 28. Toevallig werkte een vriendin in een vintage winkel. Via haar kon ik met paneel, uh, personeelskorting. Een klassieke Chanel-tas kopen. In de winkel bekeek ik van tevoren wat tassen. Favorieten stuurde ik foto's naar is... die vriendin. Toen het zover was, pinde ik het geld. stopte dat in mijn borstzak. en nam de trein naar Amsterdam. Ergens in een steeg. gaf ik haar de envelop met het geld. en overhandigde ze mij een tas. Thuis zag ik pas welke het was geworden. De eerste nacht ben ik gaan slapen met de tas op mijn kussen. naast mijn bed. Ik ben er heel zuinig op. en wil niet zo'n. Ik ben er heel zuinig op. en wil niet zo'n typetje zijn met een dure tas. Maar ja, lieverd. Dat ben je wel gewoon, Emily. Ja, het ja, die... staat ook hartstikke in de linda. Ja, dus, Ik wil niet zo duwtje willen houden. <laughs> je weet dit niet meer ja. doen. En die tas thuis laten ook dan? Ik vind wel dat je spullen moet gebruiken. Maar goed, dat ben ik. Nee, ja, maar als... doet zij volgens mij ook wel. Ze dus gebruikt het wel. Maar ze laten hem ook heel veel in daar wel thuis staan. Dat op, zijn wel op meer mensen. Ja. <laughs> en en Nellie uh, uh, Reynolds die zegt: achteraf had ik het geld wellicht verstandiger uit kunnen geven. Ja, die heeft 2000 euro uitgegeven aan Balenciaga. Cityberg, nou zo zijn we toch uh, ja, weer, weer rond. rond. Ja, hij zou omdraaien in zijn graf, denk uh, Balenciaga. Maar goed, waarom? Nou ja, omdat hij dus heel oh. erg was van niet ja, van pret-a-porter ja, ja, en, ja, ja, ja. en niet van uh, allemaal voor de massa gemaakt, maar juist heel erg. Ja. Maar dat vindt iets, vind ik wel te gek, dat je gewoon uh, pre-loved zeg maar ja. dingen door blijft dragen van andere. En ik sommige tassen worden meerwaard of overhouden hun waarde en andere tassen die ook duur zijn, die worden niet meer waard of die nee. houden niet hun waarde nee, dus het is op zich het is het niet ja, als je iets nog koopt op. ja maar da daar kan je zelf vooraf informeren ja. maar als je dan iets koopt en je wil zo'n dure tas kopen kan je dus beter een tas kopen die zijn waarde houdt ja, dat is wel waar maar goed dan moeten natuurlijk mensen ze moeten ze allemaal zelf weten helemaal zelf weten we gaan naar de moderne etiketten we gaan naar de moderne etiketten mevrouw je schoonouders zijn 30 jaar getrouwd alweer ja <laughs> Nee, voor dat geen 19 nee. Nu 30 dagen. Ja. Ze vieren dit met een 4 uur durende wijnproeverij. <laughs> idee Wat van die schoonmoeder, leuk. denk ik. Dat is schoonmoeder het idee. <laughs> jij drinkt geen alcohol. Nee, de schoon, schoonmoeder is kantjeboord alcoholist. Maar goed, het is haar trouwfeest. <laughs> dus zij heeft een... Uh, zij heeft dat bedacht. 4 uur durende een wijnproeverij. 4 uur, het is ook niet 2 uur, het nee. is 4 uur. En jij drinkt geen alcohol, ga je? Nou, kijk, ik vind het... Bij mij gaat het altijd over de mensen die erbij zijn. Dus het zou het nooit over drinken of het niet drinken gaan. Mm -hmm. Dus als het een leuke groep is, ja. alleen wat ik heb het wel eens meegemaakt, namelijk, daar komt de vraag over na. Ja. <laughs> maar dat je uh -huh. dan niet alleen dat, dat je iets krijgt wat je niet drinkt, dat je denkt, ja, ik zit hier maar bij. Maar ook nog. Lange verhalen over elke fles die aankomt. Dus zo'n man of zo'n vrouw die begint, maar dit komt en Italië. Ja, dat, dat, dat snap je. Maar je zou geïnteresseerd kunnen zijn in de verhalen over de wijn, maar jij denkt. Nee. Daar is niemand die niet drinkt in geïnteresseerd. Okay. Dan kan ik jou nou of jij, het is moeilijk voor te stellen voor jou natuurlijk dat je ja. gewoon helemaal niet drinkt, nee. maar uh, echt wel. als je, ja. <laughs> Voordat ik weer zeg, nee, iedereen drinkt. Ja, zo, want nou, ik heb zo'n ijzertekort. Nou, uh, um, maar uh, dat is mijn oh, daar zit wel ijzer in, toch volgens mij ook dus in wijn. Dus ik moet meer wijn drinken. <laughs> <laughs> ik denk dat What dat. echt? En <laughs> ik drink en ik drink, maar ik blijk mijn ijzertekort te hebben. Ik begrijp hem er hebben niks van. Wat is hij? Er? Nee, maar, um, maar wat zou jij doen? Gaan, omdat ik gewoon zo ben. <laughs> ja. Ja, ik ga toch niet. Het zijn mijn schoonouders. Ja. Ik, ik zou tegen mijn ouders echt gezegd hebben. Jeetje. Kan je niet iets anders voorzien? Aan je nou, schoonouders je dat gezegd nee, hebben. Nee, mijn ouders. Oh nee, eigen ouders. Mijn eigen oh, ouders. Maar dit jouw zijn partner mis... zou dat tegen je ouders moeten zeggen. Gewoon, nee, goh, misschien. Het drinkt helemaal niet. Isa, is het is Isa Het drinkt ik. helemaal niet. Ja. Um, maar als dat niet zo is, ja, dan ga je mee. Nou, want het is. Kijk, het gaat dieper, hè? ja want hier komt natuurlijk een persoonlijk trauma naar boven nou nee ja. maar het gaat natuurlijk uh, 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 dieper is dat die schoonmoeder weet dat jij niet drinkt ja. en dan toch dit verzint ja want het, het had ook ja ja ja, ja. want ik hmm. weet nog in der tijd in in bijvoorbeeld wat ik in mijn hoofd heb zei ze of oh ja of we kunnen wat we ook kunnen doen is dat is ook wel leuk want het was dan een beetje koud als we dan met uh, koetsen kunnen we dan gaan rijden over de hei en zo. En op een gegeven moment kunnen we dan ergens warme chocolademelk drinken met z'n allen. En dan kunnen we daar nog rondlopen en dan gaan we met de koets weer terug en zo. Nou, hartstikke leuk idee. Nee, we doen toch die wijnproeverij. Terwijl ik denk, ja, de chocolade, daar kan, gooi je er ook rum in als het per se iets wil drinken, <laughs> zeg maar. Als, als de, voor de mensen die daar als, zin als in als hebben. Anders de dag niet doorkomt. Dus maar dan kunnen wij ook nog. Maar toen hebben ze, nee, dat idee toch afge, afgedringen. Ja. En toen werd het toch de wijnproeverij. En je bent gegaan? Natuurlijk ben ik gegaan, want ik denk dan van, ja, ik, ik vind het, ja, ik, ik kan gewoon niet niet nee, gaan. Nee. Maar ik vind het, het zegt meer. Dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ja. Het is ook ingewikkeld. En um, ja, we hebben niet de, 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 nee. de opmerking mee kunnen nemen, omdat we dit uh, net daarvoor hebben opgenomen. Ja, Daar dus, um, um, hadden jullie vast iets leuks over gezegd. maar uh, Dit ja, is het. Wij vinden het wel superleuk dat jullie altijd op reageren. Want die reacties zijn heel erg leuk. En heel snel, ja. Heel super grappig. Super snel elke keer heel veel superleuk. leuke antwoorden. Dus nou, ik dat doen. Um, dat was hem. Ja, dat was hem weer. Dan zien we elkaar uh, volgende, week. volgende week. En, dan, um, en jullie een hele mooie week toegewenst. En als je meer wil horen, kan je altijd even klikken op de link hieronder. Dan kan je 30 dagen gratis Polymoor luisteren.